Howdy, Pastor Kegs of Fun Hazel was now. Welcome back to our new video man canal. And ready to roll with new updates from near Pratt. It's not fine wrestling game can spin. And it's home on wrestling game knee. Dit is Call of Juarez Gunslinger. Dit is een nieuwe arcade game, of ja, niet echt nieuw. Ik ga trouwens nog maar even over naar de gewone stem. Maar dit is eventjes een arcade game. En het is echt een van de best adrenaline spellen die ik ooit heb gespeeld. Dus we gaan het setje spelen. Het is echt gewoon puur first person shooter actie. En het is echt heel verslavend, maar dat zullen jullie zomaar wel gaan zien. Maar ik ga denk ik af en toe een beetje verandering maken naar een wrestling stem. Aangezien ik zelf ook Brabant kom. En daar komen ook de boeren vandaan. Maar wij gaan zelfs terwijl dit laatste schermpje net klaar is, gaan wij beginnen met de shootout. Maar het laatste schermpje is klaar, we gaan zelfs beginnen en zoals je kan zien, wij pakken de rifle, want de rifle is natuurlijk van long range. Dus we gaan eens kijken hoe goed wij kunnen schieten terwijl daar die barrel in één keer pop in de. We gaan eens kijken hoe goed ik nog kan headshot, want ik heb er even niet meer gespeeld. En de bedoeling is dus dat je zo'n groot mogelijke combo kan krijgen, want dan ben je natuurlijk een Aston Western Cowboy Billy Boom. Iedereen kent Cowboy Billy Boom natuurlijk al, en ik zie daar helemaal geen mensen. Waar zijt gij, klote mensen, headshot. Dat is mis, dat is gewoon helemaal misgeschoten. En anders heb ik nu altijd mijn trusty Magnum. Ik weet niet of het eigenlijk al een Magnum is, maar iedereen kent deze wel van de oude western films. Dat er echt beestelijke wapens zijn. En ik moet deze herladen, we krijgen hier 3000 punten. Dus dat is best wel sick, maar ik moet daar wel mijn combo vast blijven houden. Nee, ik mis! Nee, ik mis nog een keer! Nee, en daar ging mijn combo kots. Nee. Oh, jij gaat nu dood! Sterf! Nee, ik ga zelf daar dood. Sterf, sterf, headshot. Want zelf had ik normaal gesproken, oh, ik kan trouwens op X drukken en dan reload ik sneller. Maar zelf was ik al best wel gek met dit soort spelletjes. Maar om een van de redenen ben ik nu zo scheef als maar zijn kan. Boom, headshot, bitch! Come on, wie wil er nog meer wat van deze Brabants Wrath? Yeah! Nou, kom op, staat er hier buiten, zijn er nog een paar mensen, ik zie hier barrels. En we zijn hier geen PewDiePie, want zullen wij wel gaan haten, maar... Het is hier gewoon lekker schieten, joh. En boom, en dat is een headshot. En we gaan eens kijken, daar is een barrel, en dat is twee. En je kan trouwens ook je combo vast blijven houden door gewoon op random ding kapot schiet. Kijk hier, nu gaat je combo... Helemaal niet omhoog. Terwijl dat eerst wel was het eerste level. We zijn nu gewoon boos zitten verkopen. Oh shit, oh shit, oh snap, oh snap. Ik moet denk ik weer aan laden. Ik heb nog maar één kogel. Ah, herload, herload. Herload. Ik maak zomaar nieuwe woorden met deze Brabantse zeker. Oh shit. Die was echt gewoon recht door hem. Jongens, was dat recht? Was dat een recht schot? Zegt iets tegen. Maar volgens mij was dat gewoon recht. Nou, kom, even kijken. Goed richten. Mensen op PC hebben natuurlijk een dik voordeel, want die hebben een muis. Die zijn allemaal zo no-life dat zij allemaal een dikke muisarm hebben. En dat ze klomp kunnen no-life met de muis. Shit, ik moet dat laden. Daar gaat mijn combo dadelijk. Ah, nee, ik mis. Ik moest hem missen. Dat is altijd, als ik de grote combo zou maken, dan mis ik altijd. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon pure lol. Maar als jullie hier dus meer van willen zien, meer levels, laat even in de reacties achter. Dan maak je meer van. Shit, mijn combo is nog maar 4. Maar ik zie helemaal niemand. Waar is iemand? Waar is iemand? Waar? Waar? You're dead. Ja, inderdaad. Oh, daar is hij. Die. Ik heb hier al enorm veel tijd mee verprut. Oh ja, we doen nou een lomp skill. En oh, daar zie ik een barrel. Want je moet al op de barrels letten. Meen ik die nou? Zo, headshot. Kill. Dat is natuurlijk ook omdat ik nu aan het commentaten ben. En commentaten en tegelijkertijd opletten gaat niet heel goed samen. Want ik ben zoals iedereen weet, geen vrouw. Ja, ben jij geen vrouw? Holy shit. Ja, binnenkort komen de facecams. Dan kunnen jullie zien dat ik gewoon Brabantse sexiness heb. Maar ondertussen kan je wel headshots alsof het gewoon een hobby is. Boom. Ik bedoel, wij zouden wel een goeie rotman G groeien cowboy zijn. Zo, en dat is nog een kill. Wil jij ook eens uit wat proeven? Ja, jij wilde ook eens wat proeven. Nou, proef dan eens gewoon lekker deze Brabantse wraak. Terwijl ik wel recht moet blijven schieten. Holy shit, kom, daar zit nog iemand. Ah shit, ik moet schieten. Schiet, 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 raak. Nee, nee, godverdomme. Dan moet ik snel laden. Ja, nu is mijn combo toch wel naar de kloten, maar... Boom! Headshot! Oh, dat was volgens mij toch de laatste gast. Succes! Yeah! We hebben het gehaald, jongens! Goed gedaan! Yeah! Maar waarschijnlijk heb ik geen hoogste score omdat ik 3 keer mijn combo heb verprut. Ja, ik heb 1 ster. Dus dat schiet niet heel veel op. Maar ik vond, ik ben trots op mezelf. Dus ik ben een private group, ik heb een nieuw record. Dus als jullie meer van willen zien, en jullie meer van Cowboy Billy Boom Haze Rules, dan laat deze reacties achter. En dan, ja, abonneer als je niet geabonneerd bent. Laat een leuk beoordeling achter. Vergeet niet de reactie uit te laten. En dan tot de volgende keer. En zoals het op Brabant zeggen, houdoe.